Annie Gieling uit Olburgen stond 20 jaar geleden al aan de wieg van het hele proces van zaligverklaring van Dorothea Visser. Dora Visser werd in 1819 geboren in Gendringen. Ze raakte als kind zwaar gewond en later werd ze ook ziek. Bidden, lijden en vasten werden een belangrijk deel van haar leven. Bovendien zou ze ook verantwoordelijk zijn voor een wonderbaarlijke genezing. Precies de achtergrond om zalig verklaard te worden. Zij heeft het erg verdiend. Zij heeft een heleboel narigheid gehad waar ze eigenlijk niks aan kon doen. Maar altijd haar geloof tot Jezus Christus heeft haar geholpen. Voor een zalig verklaring is een uitgebreid onderzoek nodig. Het wonder werd al in 2005 onderzocht en vastgesteld. De vandaag opgestuurde documenten gaan over het toegewijde leven van Dorothea. Alle bronnen zijn uitgebreid onderzocht door een expert op dit gebied, professor Van Kalster. In hoeverre bent u er nu van overtuigd dat dit dossier ook echt zaligmakend zal zijn? Kijk, als zij in Italië of als zij in Spanje had geleefd, dan was ze al lang heilig verklaard. Maar omdat het hier in Nederland is, ja, duurt dat zo lang en wij zijn daar niet zo snel mee. Dus daar had dat al lang plaats. Maar ik ben ervan overtuigd, ja. Wanneer in Rome een besluit wordt genomen, is nog niet bekend. Zalig worden gaat niet snel. Er is een wachtlijst natuurlijk van ik weet niet hoeveel. En je moet dan wachten tot je aan de beurt komt. We moeten het dus nu allemaal uit handen geven.